ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king-size bed. En ik heb voor haar nog een king-size plek. Ik zie jullie morgen, ga maar vast. Ik ga nog even naar de bar. De nacht is nog jong, mijn blik valt op jou, je drankje valt om. Wat wil je drinken? Ik bestel. Ik ben nieuwsgierig en jij vertelt. Tot de barman ons stopt en vraagt of we willen weggaan, want zijn dienst zit erop. Naar de lift. Ze kiest dezelfde verdieping. De sleutel van de deur gaat in de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotelsuite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king-size bed. En ik heb voor haar nog een king-size plek. Oh, ergens in een hotelsuite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is zo sweet, zo. Ergens in een hotelsuite. Zo, zo sweet, zo. Ergens in een hotelsuite. Misschien wil zij wel frisse lucht. Ik stap naar buiten, geen geluk. Nu vraag ik me af, was het zo bijzonder of was het dan toch de drang? Naar de lift en weer dezelfde verdieping. En ik blijf even wachten voor de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotelsuite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king-size bed. En ik heb voor haar nog een king-size plek. Oh, ergens in een hotelsuite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is waarschijnlijk op doorreis naar dromenland. In kamer 5, ik geloof 06. Achter het schilderij op de wand ben jij dichtbij, maar zo ver weg. En ik zweer, je zag me in de lobby. En ik zag de lobby in je glimlach. Toen we voor het eerst kruisten met onze blikken. De hele situatie magisch, zoals in een film. Ik dacht actie, Vinnie, vraag haar of ze iets wil drinken. En daar zaten we te praten, af en toe even. Vielen de stiltes, maar ze spraken boekdelen. Comfortabel, alsof we dit sinds vroeger deden. Plus je lachte om een slechte grappen, dat is een goed teken. In de lift vroeg je, geloof je in het lot? Ik zei 100, maar ik heb nog nooit gewonnen. En nu lig ik op mijn bed in fantasie verloren. Met inspiratie voor een tekst die je nooit gaat horen. Ik ben ergens in een hotel. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, ergens in een hotel. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan.